je even opstaan. Het belang ook niet alleen staat in Europa. Samen met partijen zoals de Deense Volkspartij in Denemarken, zoals de Zwitserse Volkspartij in Zwitserland, zoals de Alliantie Nazionale in Italië, zoals zoveel andere partijen, de FPÖ in Oostenrijk, partijen in Nederland, het Front National in Frankrijk, zijn wij uiteindelijk de voorhoede van een duidelijk politiek signaal dat men rekening moet houden met de zwijgende meerderheid van de autochtone Europeanen die de immigratie overlast, de toenemende criminaliteit, het politiek correcte denken, de toename en de immigratie toestroom van illegalen en asielzoekers meer dan beu zijn. Partie de dirigeants flamands, c'est de faire de la Flandre un pays. Et bien entendu, ils aimeraient bien non seulement avoir les francophones qui entourent des communes qui entourent Bruxelles, mais avoir Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est 90% francophone. Et de toute évidence, jamais la Wallonie ne va laisser tomber Bruxelles. Il y a une solidarité de francophones. Quand on a tracé cette frontière linguistique, on a commis une très grande erreur du côté francophone. On n'a pas mis un continuum entre Bruxelles et la Wallonie. Et ça, c'est une grande erreur géostratégique. Il aurait mieux valu, par exemple, que Rhodes-Saint-Genèse soit non pas en Flandre, mais dans la région de Bruxelles-Capitale, ce qui aurait permis d'avoir un continuum. Et demain, si la Belgique casse, eh bien, ça aurait fait un pays entre Bruxelles et la Wallonie avec un continuum. Nous avons deux visions fondamentalement différentes. Moi, j'ai la vision d'une Belgique fédérale, où je veux que les régions, les communautés, les différentes entités travaillent, vivent, mais vivent ensemble. Et je veux garder l'unité du pays. Lui veut aller plus loin vers la scission du pays. Nu, er is een heel bijzonder statuut bij de taalgrensgemeente waaraan de Franstaligen faciliteiten zijn aangeboden. Faciliteiten, mogelijkheden, speciale regelingen om hen toe te laten zich te integreren. Ze mogen voor een deel van de contacten met de overheid mogen ze zich bedienen van het Frans. Maar de bedoeling is wel dat ze zich integreren. En ik heb dus gezegd, ja, ik stel vast op dit moment dat Franstaligen dit niet doen. Dat ze gewoon Frans blijven leren en blijven spreken en weigeren om het Nederlands te leren. En dus ofwel is het van niet kunnen, intellectueel niet in staat zijn, ofwel niet willen. Wat meneer Di Rupo zegt, wij pikken dit niet enzovoort. Nog eens, ik vind dat Franstaligen ook een loyaliteit, respect moeten hebben voor de instellingen. En dus, ik wil geen Vlamingen maken van Walen. Ik vind wel dat Walen die in Vlaanderen komen wonen zich een beetje moeten aanpassen. En twee, wat Sint-Genesius Rode betreft, meneer Di Rupo, vergist zich. Ik zal nooit toelaten dat een vierkante meter van Sint-Genesius Rode bij Wallonië zal worden aangehecht. België heeft alleen een toekomst als men meer ruimte geeft aan gemeenschappen en gewesten om hun eigen bevoegdheden uit te oefenen. En het risico van geen goed beleid te kunnen voeren voor de mensen weegt bij mij even zwaar als het risico dat op een bepaald moment onvoldoende cohesie zal zijn in het federale beleid. Er is op dit moment trouwens in het federaal beleid op bepaalde domeinen is er niet echt sprake van enorme cohesie.